Bij een kernreactie kan massa verdwijnen en energie ontstaan. Dit is het grondbeginsel van de energievoorziening in kerncentralen. Daar gaat deze presentatie over. In deze grafiek kun je aflezen hoe groot de bindingsenergie per kerndeeltje is. In de grafiek wordt gesproken over een nucleon is zelfs een kerndeeltje, dus het is een neutron of een proton. Wat gebeurt er nu als een uraankern in twee brokstukken wordt gesplitst? Uraan met massagetal 235 levert dan twee brokstukken op die ieder gemiddeld de helft van het massagetal hebben. De kerndeeltjes in die brokstukken hebben een hogere bindingsenergie dan de kerndeeltjes die in uraan zaten. Wat betekent dit? Hier staat een brokje uraan. De bindingsenergie van het kerndeeltje is 7,8 mega-elektrovolt. Dat kon worden afgelezen uit de grafiek. Lees maar af op de linkeras op de hoogte van uraan. We gaan er een van uit dat uraan gesplitst wordt in een kryptonkern en een bariumkern. De bindingsenergieën kun je weer aflezen uit dezelfde grafiek. Kijk maar weer even. We gaan nu in gedachten alle kerndeeltjes die in de uraankern zitten uit elkaar halen. We houden dus allemaal losse kerndeeltjes over. Per kerndeeltje kost dit 7,8 mega-elektrovolt aan energie. Dus in totaal moet je 235 maal 7,8, oftewel 1833 mega-elektrovolt energie erin stoppen. Het kost dus energie, maar die energie krijg je weer terug als je alle kerndeeltjes weer terug zou brengen. Als je dat nu niet doet naar één uraankern, maar je maakt er een kryptonkern en bariumkern van, dan krijg je meer terug dan je erin gestopt hebt, want de energie per kerndeeltje is hoger. Je hebt dus energiewinst. Dit is energie uit kernsplijting. Even een filmpje. Je ziet hier een uraan-235 kern. Deze is instabiel, maar heeft een halfwaardetijd van wel 704 miljoen jaar. Dus dat is nou wel even wachten. Iets anders is het als je een neutron erin schiet, waardoor een uraan-236 kern ontstaat. Die heeft weliswaar ook een lange halfwaardetijd, maar door de opdoffer die het neutron veroorzaakt, zal uraan-236 niet vervallen, maar splijten in twee brokstukken. Je krijgt het nog een keer te zien, maar zo nu nou wordt het nu beeld stilgezet, zodat je ziet wat er gaat gebeuren. We zetten alles even op een rijtje. Je hebt dus nodig één uraan-235 kern, waarin een neutron wordt geschoten. Niet zomaar een neutron, maar een neutron die de juiste snelheid moet hebben. Het neutron nestelt zich in de uraankern, die daardoor een uraan-236 kern wordt. Deze houdt het niet te lang vol en splijt in twee brokstukken. En, heel belangrijk, ook nog een stuk of wat neutronen die andere aanwezige 235 kernen kunnen raken. Je krijgt dan een situatie te zien in het volgende filmpje. Doordat er gemiddeld 3 neutronen per splijting vrijkomen, ontstaat er een kettingreactie van splijtingen, waardoor een oncontroleerbare hoeveelheid energie vrijkomt. Het is te vergelijken met wat er in een atoombom gebeurt. Zoveel mogelijk energie in een zo kort mogelijke tijd. In uranium, wat gedolven wordt, is het percentage uranium-235 zeer laag, veel minder dan 1%. Hierdoor krijg je de situatie waarbij tussen de 235 kernen ook heel veel uranium-238 kernen liggen. Deze uranium-238 kernen absorberen neutronen en worden uranium-239, maar uranium-239 raken niet opgewonden van de neutron en blijven intact. De kernreactie raakt dan ook snel op doodspoor. Dus om juist verhouding van uraan-235 en uraan-238 te maken, waarmee de kernreactie wel in stand wordt gehouden, maar minder extreem zoals bij een kettingreactie. Even de twee brokstukken. Er is geen zekerheid welke twee brokstukken er zullen ontstaan. Er is wel kans op een bepaalde verdeling en dat staat hiernaast aangegeven.
één van de twee brokstukken zal een massagetal hebben van rond de 90 en de ander zal een massagetal hebben van rond de 140. Natuurlijk zal het massagetal samen met het aantal vrijgekomen neutronen samen 236 moeten zijn. Waarom trouwens niet 235? Want je bent toch met een uraan-235 kern begonnen. Denk er gerust even over na. Mocht je het antwoord niet weten, vraag het eens aan een klasgenoot. Gemiddeld komen er 3 neutronen per splijting vrij. Maar niet alle neutronen zullen weer een andere uraan-235 kern raken. Het aantal neutronen die echt meedoen aan het voortzetten van de kernreacties noemen we de effectieve neutronen. Is er één effectief neutron, dan zal de reactie heerlijk stabiel verlopen. Zo'n situatie noemen we kritisch. Kritisch, want iets minder neutronen laat de reactie uitdoven en iets meer zal juist een oncontroleerbare kettingreactie opleveren. Komt er minder dan één effectief neutron vrij, dan zal de reactie na een aantal stappen uitdoven. Als er meer dan één effectief neutron, dan zal de reactie zich steeds verder uitbreiden, wat leidt tot een oncontroleerbare kettingreactie. Het aantal effectieve neutronen wordt vermenigvuldigingsfactor genoemd. Symbool is de kleine letter K en K is dan te berekenen met deze formule. De formule lijkt moeilijker dan het is. Stel je hebt eerst 1200 neutronen en na een volgende stap heb je 1500 neutronen. Dan is de vermenigvuldigingsfactor 15 gedeeld 1200 is 1,2. Zo'n splijtingsstap wordt genoemd een generatie. Uit voorgaande moet je nu snappen dat de kernreactor is een belangrijke toepassing van dit alles. Even in het kort een rondleiding door het geheel. De rode staven zijn de brandstofstaven, het uranium. In de staven moet minimaal 3-4% uraan-235 aanwezig zijn. Maar als uranium wordt gewonnen, is dit percentage slechts 0,7%. Daarom moet uranium eerst worden verrijkt waardoor het percentage op 4% terechtkomt, wat voldoende is om een kettingreactie beheerst in stand te houden. Hoogverrijkt uranium heeft zelfs een percentage van wel 20%. Kijk, hier heb je een stukje van dit spul. Het is dus een gewoon stukje metaal. Voor een atoomwapen heeft een percentage van 90% nodig, maar dat even terzijde. Tussen de brandstofstaven zijn nog een aantal andere staven aangebracht. Soms zijn ze er compleet tussen geschoven en andere keer weer nauwelijks. Hiermee wordt de reactie onder controle gehouden doordat deze zogenaamde regelstaven de neutronen kunnen invangen. Het aantal effectieve neutronen en hiermee dus de vermenigvuldigingsfactor wordt ermee geregeld. Koelwater stroomt rondom de staven. Behalve het koelen dient het ook als moderator, wat betekent dat het de neutronen die vrijkomen afremt zodat ze weer de juiste snelheid hebben om een volgende uraan-235 kern te kunnen splijten. Ten slotte nog even een kijkje in het reactorvat zelf van het kerncentrale. Het blauwe licht is gevolg van Cherenkov-straling. Beta-deeltjes die sneller gaan dan het licht veroorzaken een schokgolf van licht. Dit is te vergelijken met een vliegtuig die snel aan het geluid gaat en die een schokgolf van geluid veroorzaakt. Deze schokgolf van licht zie je als Cherenkov-straling. Maar ja, sneller dan licht? Dat kan toch niet? Denk gerust even over na wat hier aan de hand is. Klik dus even op pauze om de tijd hiervoor te nemen. Een misverstand over sneller dan licht is dat dit nooit kan. Maar dit kan wel als het niet in vacuüm is. Dus in koelwater gaan de beta-deeltjes, die normaal een snelheid van 0,5 tot 0,9 maal de lichtsnelheid hebben, makkelijk sneller dan het licht, althans in het water dan. Tot zover deze presentatie.